dat jullie bekijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvijn en het is weer zover. Ik ben wel. Dit is raar. This is some strange shit. Wat is dit? 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 Ik hoor jullie denken, yo Kelvin, wat de fuck ben je? Ben je in een hotel of zo? Nee, is mijn nieuwe huis. Ja, zoals je misschien weet, ik ben verhuisd. Of je weet het niet. Boeit me eigenlijk allebei niet. We've got a badass over here. Ik woon niet meer op het ene plekje. Ik woon nu op het andere plekje. Dat is vaak zoals je verhuisd. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wat ik kan vertellen. Ik ben verhuisd. Boeit je ook helemaal niks. Laten we overgaan op de orde van de dag. Namelijk het raden van YouTube-ouders. Yay! Kijk, je hebt deze video aangeklikt en je dacht waarschijnlijk, oh Kelvin, wat ben je origineel? Maar je gaat weer iemand raden. Ja, dat klopt. Ik ben van plan om een hele leuke challenge te gaan doen. Namelijk, ik ga ouders van YouTubers raden. Want nou, er zijn een aantal YouTubers in Nederland die nogal groot zijn, die een mama of een papa hebben. En ik ga raden wie dat dan is. Zo simpel is het. Dit is een hele moeilijke video, want ik weet zeker dat er YouTubers gaan zijn die gaan zeggen, yo, waarom praat je over mijn moeder of mijn vader? Ik probeer je ouders niet voor schut te zetten. Hoogstwaarschijnlijk, als je in deze video zit, dan heb jij er ooit voor gekozen, ja, dat is een keuze, om jouw ouder op het internet te zetten. Dus dat mag ik dan ook doen, vind ik. Persoonlijk. Oh ja, is heel leuk, ik heb nog geen fucking internet. Dus ik trek mijn hele bundel leeg aan MB's. Okay. Voor de mensen die het nog niet begrijpen, ik zie eerst een foto van een mama of een papa. Dan moet ik denken, oh, dat is de vader van Gio. En dan is het goed. Yo, oké, okay, dan gaan we. Let's go. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is een foto van iemand. Kut. Ik heb geen idee. Wie is een blonde YouTuber in Nederland? Gio. Maar zijn moeder ken ik. Iedereen kent zijn moeder. Wiens moeder heeft een schilderij van de Eiffeltoren niet eens opgehangen, maar op de grond gezet. Het is geen hele oude moeder. Het is geen oude YouTuber. Ik haat deze challenge nu al. Serieus, ik haat deze challenge. Ik ben er nu alweer helemaal klaar mee. Jongen, het is de moeder van Dionne. Klaar. Dionne, als je kijkt, top 5 ben je. Dit is je moeder. Nee, is niet waar. Het was fout. Ik had het zeer fout. Ja, oké, ik had het ook wel kunnen weten. Het is op zich, Ties is eigenlijk gewoon ik, maar dan zonder bolhoofd en jong. Dit is ook, oké, deze moeder ken ik. Ik ken deze moeder. Mensen, hou je vast. Ik ken deze moeder. Het is geen probleem. Ik zal het je even vertellen. Dit is de moeder van, ja, toch wel mijn favoriete YouTuber. Het is de boy die altijd video's maakt in één frame en dingen gaat bekijken samen met de mattie van hem. Om vervolgens te beseffen hoe het is als je het op die manier doet. Ik ben heel benieuwd, mensen. Laat sowieso een like achter en abonneer. Uiteraard. Op mijn channel. En dan gaan we nu beginnen met het bekijken van de raarste kind. Job, dit stuwen. Oh, het was oma. Wie heeft deze quiz gemaakt? Het heet ouders van YouTubers raden. Het is niet. Ik moet mijn personeel echt meer geld gaan betalen. Het is tijd voor loonsverhoging. Quizmaster, als je kijkt, krijgt 10% loonsverhoging over 18 jaar. Het is toch fucking niet normaal. Dit is de moeder. Ja, I know this shit. Ik weet het. Het is niet moeilijk. Kan iemand mij vertellen waar deze groene pot vandaan komt? Nee? Oké. Okay. Is niet erg. Het kan gebeuren. Dit is de moeder van Enzo Knol en Milan Knol. Zeker. Het is een multimoeder. Ze is moeder van meerdere kinderen. Moeder van Enzo! Hey! Volgens mij weet ik hoe zij heet. Je zal het geloven of niet. Waarschijnlijk niet. Maar toch ga ik het zeggen. Mijn familie kent Irma. Zo heet ze. Irma. Mijn familie komt namelijk ook uit Drenthe. En die zeiden zo van, oh ja, dat is de zoon van Irma. Irma Knol. Volgens mij heb ik het fout. Als ik het fout heb, laat het even weten. Als ik het goed heb, doei doei doei. Dit is, kijk, de andere moeders kon ik op zich wel weten. Ik zie niks. Wat, wie is, wat? Ik probeer een gezicht te herkennen. But shit's difficult. It is very moeilijk. This is a very moeilijk people. Dit is best wel lastig. Oh shit, Sherlock. Het is best wel lastig om erachter te komen wie zijn moeder dit dan daadwerkelijk is. En ik zal je even vertellen waarom. Omdat je maar de helft van haar hoofd ziet. Nee, nou. Ja, ik weet het. Ik weet het, mensen. Ik zal je heel even vertellen wiens moeder dit is. Namelijk, het is de moeder van de enige echte. Ik heb geen idee. Ik geef op. De moeder van Stefan. Op zich had ik het kunnen weten. Ik vind nu dat ik ze naast elkaar heb gelegd, vind ik ze best wel op elkaar lijken. Voor de kijkers die zijn afgehaakt omdat ze mij saai vinden, hier even een mop. Op een dag liepen Enzo Knol en Giel van Stuk TV over straat. Dank u wel. Hoens waarom is dit? Waarom heb ik eigenlijk alleen nog maar moeders gehad? Waarom geen vaders? Ik heb alleen maar mama's gehad gewoon. Degene die deze quiz heeft gemaakt was sowieso een man. Die dacht, joh, hoezo ouders zoeken van YouTubers? Ik ga gewoon kijken of er milfs in de house zijn. Let's search for some mamas, man. Let's go. Dit is de moeder van... Ik weet het echt niet.
Dit is sowieso van een vlogger. Een dagelijkse vlogger. Want die heeft al gefilmd zo van... Hey, mijn moeder is vandaag jarig. Blaas de kaarsjes maar uit. Dus een dagelijkse vlogger. Wie is een dagelijkse... Ik denk Bibi. Ik denk dat Bibi haar vader is buitenlands. Bibi haar moeder is Nederlands. En dat is haar moeder. Kut! Nee, ik had er niet verder naast kunnen zitten dan dit. Ik weet eens waarom ik baal ook. Ik weet zeker dat heel veel kijkers dit ook niet wisten. Rutger, sorry dat ik niet naar je moeder kijk. Nee, dat is eigenlijk beter. Als ik elke moeder werd, was ik gewoon een viezerik. Ik heb de hik trouwens. Ik haat de hik. Dit is de moeder van Bibi. Dit is zo... Ik denk dat dit de moeder van Bibi is. I was so close. So close. Ik wist dat het een vrouw was. Een beetje getinte vrouw. Dit is de moeder van... Hoezo is dit de moeder van... Hoezo is dit de moeder van Monica, man bro? Ik snap het niet. Hoezo is dit de moeder van Monica, man bro? Zij... Ja, oké. Okay, ik snap het op zich wel. In mijn hoofd gingen twee opties. Of het was Bibi, of het was Monica. Eén van de twee. Ik ging voor Bibi. Het was fout. Dit is de moeder van Bibi. Ik ga maar door. Ooit komt de moeder van Bibi. Mensen, ik ga ervoor. Dit is de moeder van Bibi. Let's go. Let's go. Nee! Volgende moeder is weer een beetje getint. En dan denk ik weer, het is de moeder van Bibi. En dan raad ik het eens een keer niet. En dan is het de moeder van Bibi. Let maar op. Deze ken ik. Dit is de vader van Sophie. Dat weet ik bijna zeker. En ik zal je vertellen waarom. Omdat Sophie haar vader altijd episch doet op Instagram. Ja, maar echt, dan zie je Sophie zo in de auto zitten. Echt zo, zeg maar, met haar vrouwelijkheid. Zo van, oh, deze beat. Ik ga lekker op deze beat. En dan gaat ze zo opzij. En dan zit haar vader zo achter het stuur. En dan gaat die vader ook echt, goed blank gewoon op die beat. Dat is echt nice. Sophie, als je kijkt... Shout out naar je pa. Het is goed. Yeah. Ik ben wel trots op deze. I'm proud of this. Oh, let me tell you. I'm very proud of this one. Because it's my thing, you know. He's my brother. Oké, ik hou op. Oeh. Deze vrouw heeft een gezicht wat ik herken. Als dit de moeder van Bibi is, word ik heel boos. Want ik ga niet de Bibi raden. Oh, jongen. Wiens gezicht is dit? Ik denk dat ik een gezicht herken. Ik denk dat ik iemands gezicht kan herkennen hierin. Nee, ik weet het niet. Het is niet de moeder van Bibi. Wie de fuck's moeder is dit dan? Welke YouTubers heb je allemaal? Kwebbelkop? I don't know. Nee, het is niet kwebbelkop. Het is een hoofd wat ik herken. Fuck out. Dit is de moeder van Dionne. I don't even know why I said it. But I said it. Vera! Ik wil wel iets zeggen. Maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit had ik niet kunnen weten. Dit had ik niet kunnen raden. Ze heeft op zich wel een beetje dezelfde ogen. Oké, ik had het wel kunnen raden. Ik zie Vera ook wel in haar moeder. Ja. Dit is ook weer zo'n vader. Ik herken zijn gezicht ergens van. Hij heeft het hoofd van... Kom op. Even, doe even. A few minutes later. Ik weet het niet. Het is een roodharige vader. Het is zo'n ginger vader. Nou, er is natuurlijk maar één ginger op YouTube in Nederland. Namelijk... Dit is de vader van Vivalosophie. Het zou mijn vader kunnen zijn. Het zou letterlijk... Hij heeft mijn neus. Hij heeft net zo'n grote neus als ik. No disrespect naar deze vader. Maar ik heb ook een grote neus. Misschien is het wel mijn vader. De vader van Vera. Godver. Dat is het dus. Ik had het gewoon... De moeder en de vader van Vera hebben gewoon haar hoofd en dan combined. Daardoor weet ik het gewoon steeds. Maar ik weet niet hoe ik het moet uit... Doe gezellig mee thuis, kid. Laat me in de comments even lekker weten hoeveel ik goed heb. Dit is... Wiens ouders zijn dit nou weer? Deze challenge is zo moeilijk. 1996. Oké, deze beelden komen uit 1996. Daar was een meisje klein. 1995 misschien, dat ze geboren is. Teske. Ik wist dat deze dag ooit zou komen. Ik wist dat ik ooit iets goeds zou doen in mijn leven. Ik wist het. Oh, mijn leven. Wat een leven. Ik ben echt zo blij. Ik ben gewoon emotioneel. Dit is de mooiste dag uit mijn leven. Nu moeten we door. Dit is de moeder. Dit is een mooie moeder. Dat sowieso. Het is een welverzorgde moeder. Die krijgt bloemen van haar zoon. En die zoon is natuurlijk... Nee, dit is de moeder van Teske. Ik liep iets te hard van stapel. Ik dacht, de vader van Teske moet ook wel de moeder zijn. Maar nee, het is de moeder van Noah. Had ik op zich wel kunnen weten. Volgens mij heb ik haar wel eens een keer ontmoet. Sorry dat ik ben vergeten hoe je de moeder eruit ziet, vriend. Sorry, pik. Dit is een moeder. Ik herken... Dit is zo kut! Ik herken hier iemand in. Maar ik weet niet wie. Ja, ik weet het. Pebblekop. Bang bang. Woo! Dit is de moeder van... Ze heeft wel één enge houding. Wait a minute. You wait. Wait a second. Zij is een meme. Zij is een meme moeder. Meme mama. Ik denk dat zij de moeder is van Dionne. That's not right. I fail. Dat is de moeder van Anna Nushin. Ja, op zich had ik ook wel kunnen weten. Waarom mist ik dit? Zij is letterlijk gewoon Anna, maar dan ouder. Met een bril. En een ander hoofd. Eigenlijk heel iemand anders. Dit is haar. Dit is haar. Mensen, ik weet het. Dit is de moeder van Bibi. Ik weet het zeker. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het. Want Bibi heeft een beetje een soort van Aziatisch uiterlijk volgens mij. Of ik zeg nu iets heel raars, dat kan ook. Dit is de moeder van Bibi. Zo dom. Zo fucking dom. Holy shit, wat kut. Wat is dit slecht. Er is één Aziatische YouTuber in Nederland. Naast Hanwee, er zijn twee Aziatische YouTubers in Nederland. En ik kies een chick die niet eens Aziatisch is. Ik wil gewoon dat ik de moeder van Bibi tegenkom. I don't fucking know, bro. Ik weet het niet.
Wel een strakke vader. Vader van puntje puntje. Jij bent een strakke man, ziet er goed uit. Gewoon echt een man is hij. Staat wel voor bloemen. Waarschijnlijk is het dus dan de vader van een chick. En als we even een chick opnoemen in het Nederlandse YouTube landschap. Even nadenken. Laura Pontecorvo. Nee. Nope. Nope. Verbondzusjes. Nee, dat had ik niet kunnen weten. Wie zijn moeder is dit? Dit is weer zo'n moeder. Ja, ik weet nog niet wie zijn moeder dit is, jongen. Weet ik veel, man. Dit is een moeder met een spijkerjack. Nou ja, wie draagt altijd spijkerjacks? Weet ik veel. Dit is de moeder van Nanne Meijer. Dit is dan weer de moeder van Dion. Ik heb Dion al 2 keer genoemd deze quiz. En nu niet. Nog een moeder. Een vader. What? Sorry. Nee, ik versprak me. Oké? Okay? Niks persoonlijks. Dit is een vader in een boot of zo. Dit is de vader van Dionne. Oké, ik ga het gewoon zeggen. Dit is de vader van Dionne. Ik ben denk ik nog nooit zo slecht geweest in een challenge die ik zelf heb bedacht. Dit slaat alles. Dit slaat letterlijk alles. Dit is de moeder van Dylan. Wat jullie niet weten is dat ik de moeder van Dylan zeer goed ken. Ik ken haar heel goed. Oké, dat valt wel mee. Ik ken haar wel lang. Ik ken haar denk ik al langer dan 5 jaar. Ik betwijfel of ze weet wie ik ben, maar ik ken haar wel. Doe ermee wat je wil. Wie zijn moeder is dit? Dit is de moeder van Matt. Want Dylan was net en dan nu. En weet ik zeg maar iets. QC. De moeder van QC. Ik had echt... Oké, ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Ik dacht aan de moeder van QC. Maar ik dacht als ik nu zeg dat dit de moeder van QC is, dan ben ik onaardig tegen die moeder. Want straks is het in één keer iemand anders moeder en dan denkt iedereen, oh je zei gewoon... Dat de moeder van QC was omdat ze een beetje voller gezicht heeft. Dat is weer een les. Probeer jezelf nooit in te dekken voor andermans reacties. Zeg gewoon wat je denkt. Ik dacht letterlijk aan de moeder van QC, maar ik dacht, ik kan het niet zeggen. Want dan ben ik, onaardig. Leek het gewoon zo te zijn. Ik haat mezelf. QC, als je kijkt, hou van je. Nice. Mam, als je kijkt, ik had jou wel goed geraden. Ik hou van je. Ik hou van jullie allemaal. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog. Eet zoveel mogelijk paprika's. Want ik heb er geen meer. En tot de volgende keer weer. Hey!